De Belgische baggersector geniet wereldwijd een uitstekende reputatie. Jan de Nul Group is een van de belangrijkste spelers in deze sector. Vanuit haar know-how rond baggeractiviteiten heeft de groep zich ook in nieuwe niches gespecialiseerd. Onder meer rond de hernieuwbare energie die offshore wordt geproduceerd. Sinds meer dan 60 jaar zijn we actief over heel de wereld in baggeren en landwinning. Daarvoor hebben we 28 sleephopperzuigers en 15 kutterzuigers. Maar ook sinds jaar en dag, misschien iets minder bekend, zetten we die schepen in voor onze olie- en gas offshore klanten. En meer recent ook, meer en meer, voor de hernieuwbare energie offshore. Na gelang het tippenwerk en de grondcondities kiezen we dan een schip uit de vloot om het werk uit te voeren. En dan maken we bijvoorbeeld geulen voor pijpleidingen of kabels. En of het voorbereiden van de zeebodem om platformen op neer te zetten. Zowel olie en gas als fundaties voor windmolens. Daarnaast zet de baggergroep ook zijsteenstorters in voor het verstevigen van oevers door het plaatsen van rotsblokken. Ook dit bleek interessant voor offshore klanten. Stenen dienen om te vermijden dat de zeebodem erodeert. Dus uiteraard ook nodig voor de offshore klanten die hun structuren willen beschermen tegen eroderende zeebodem. Maar ze gebruiken de stenen ook om structuren te verzwaren, zodat de stabiliteit verbeterd wordt. Wij als groep hebben besloten om daar verder in te investeren en hebben een aantal bestaande schepen aangepast. Dat is ook een van de grote sterktes van ons, dat we kunnen die aanpassingen, maar ook het design van nieuwe schepen, volledig in-house doen. En als we een tool nodig hebben dat nog niet bestaat, dan maken we het gewoon zelf. Aanvankelijk werden bestaande schepen aangepast, maar uiteindelijk besliste het bedrijf om nieuwe steeninstallatieschepen te bouwen. Met een draagvermogen van 31.500 ton zijn het de grootste ter wereld. Binnen Jan de Nul hebben we een eigen ontwerpafdeling die zich bezighoudt met het ontwerp van al onze schepen. Wat eigenlijk een unicum is binnen de baggerwereld. Dat was niet anders voor het ontwerp van ons eerste valpijpschip, dat tegelijkertijd ook het grootste ter wereld geworden is. Bij de tewaterlating van dit schip zijn we onmiddellijk begonnen aan de bouw van een tweede zusterschip van dezelfde grootte. Beide schepen zijn nu ondertussen in de vaart en kunnen heel nauwkeurig stenen installeren tot op waterdieptes van 2000 meter en dit met zeer grote nauwkeurigheid. Doordat we twee schepen van dit kaliber hebben, kunnen we eentje positioneren in het noordelijk halfrond en eentje in het oostelijk halfrond, waardoor we heel gemakkelijk kunnen inspelen op de vraag van klanten wereldwijd. Offshore werk blijft ook precisiewerk en de milieu- en veiligheidsvereisten zijn uitermate hoog. Daarom zet Jan de Nul Groep sterk in op opleidingen voor haar bemanningsleden. Om stenen te installeren werken we soms met heel nauwe toleranties. Dit kan tot 5 centimeter gaan. Het spreekt voor zich dat de bemanningsleden die dit uitvoeren, dat het specialisten zijn. Ze zijn top of the bill. Maar om hun expertise nog verder te verbeteren, bouwen we verschillende simulatoren. En de laatste in de reeks is de valpijpsimulator. Deze zal ingezet worden om de bemanning veiligere werkmethodes te laten uitwerken en om de productie verder te optimaliseren.